Een hele goede morgen allemaal. Er druppelen nog heel wat mensen binnen. Niettemin is het wel 11 uur en begin ik alvast even met een introductie. Dit is weer een webinar over de ILS ontwerpen en engineering. Een aantal weken geleden heb ik er ook al een over gehouden. Dat was vooral een basisintroductie. Vandaag hoop ik wat meer de diepte in te gaan, wat handvaten te geven voor de toepassing van de ILS ontwerp en engineering, met name in Revit, hoe je bepaalde zaken goed kan gaan oplossen. Voordat we beginnen, microfoon graag uit en vragen die kunt u stellen in de chat. Ik hoop daar aan het eind, in ieder geval aan het eind van deze sessie, nog even goed naar te kijken wat voor vragen er gekomen zijn en die te beantwoorden. Wie is Kadex? We geven trainingen en oplossingen en detacheringen. Je ziet onze hoofdvestiging in Drachten rechts op het scherm. Ik zal even een pointer aandoen, dan kan ik het ook goed laten zien. En daaronder zie je onze vestiging in Drachten. Nou, we geven trainingen op allerlei gebieden en oplossingen. Dan gaan we naar klanten toe die een vraag hebben. Kijken naar een oplossing, hoe kan je het beste werken. En detachering is ook onderdeel waarin we klanten en werkgevers met elkaar willen matchen. En uiteraard ook detachering. Werk in verschillende werkvelden, de bouw en architectuur, waaronder ook de constructie, vallen en gebouwgebonden installaties, de MEP. Veel in Revit, ook AutoCAD. Werktuigbouw, Inventor, SolidWorks, dat zijn echt de 3D-programma's waarin je fantastische ontwerpen kan maken. En de koppeling naar Revit wordt ook steeds beter. Ook daar wordt nog steeds gebruik gemaakt van AutoCAD. En de civiele techniek, de wegen, bruggen, viaducten, wegen en dat soort zaken vallen daaronder. En ook daar wordt zeker de kunstwerk al veel meer met Revit gewerkt. Nou, voor degenen die nu nog net binnengekomen zijn, van harte welkom. Graag de microfoons uit. Ik heb mijn geluid ook uit, dus ik kan u ook niet horen. Of mocht u zelfs wat willen zeggen, graag de vragen nu via de chat. Die kunt u vinden hier onder dit knopje. Let ook even hier onderop. Je kan hier instellen naar wie die moet. Stuur hem alleen naar mij, Bert van der Hoeven. En dan komt het bericht bij mij in de chat. De software die gaan we gebruiken vandaag is vooral Revit 2020, Solibri en ook het BIM-loket is er onderdeel van. Daar komt ook heel veel informatie vandaan. Eentje die ik hier niet heb opgezet, bedenk ik mij nu, dat is Excel. Want ook Excel is een belangrijk onderdeel van deze sessie voor vandaag. We hebben de volgende agenda. Even een hele korte samenvatting over de ILS ontwerpen en engineering. Zoals ik die vorige keer heb gegeven. Ik wil in deze sessie gaan inzoomen op nieuwe parameters. De vorige keer heb ik al verteld dat de nieuwe parameters niet allemaal in het shared parameterbestand gebruiken. Zoals die algemeen bekend is. En daar is ook een ander bestand voor waarin de meeste parameters wel voorkomen. Nou, verder ga ik laten zien hoe je in Excel die parameterdefinities kan voorbereiden. En dat je die met een Dynamo script aan projecten kan gaan toevoegen. Verder laat ik ook zien hoe je de Dynamo player kan gebruiken. Zodat ook de toegang tot zo'n script laagdrempelig wordt. Verder is het wel nodig om voor het script een Dynamo 2 te gebruiken. In Revit 2019 zit dat er niet standaard in, maar je moet dat zelf installeren. Nou, dat is niet heel erg moeilijk, dus dat is best goed te doen.
En daarnaast heb ik ook voor een script, een van de twee scripts, het packet, de packets ORGit nodig. En ook dat laat ik even zien hoe je die kan installeren. Dat is allemaal over de parameters. En het deze automatisch aanmaken in projecten. En het laatste onderwerp is property sets gebruiken. Ook een van de onderwerpen binnen de ILS ontwerp en engineering is dat er aangegeven is in welke property sets parameters terecht moeten komen. Nou, dat is, de meeste properties komen vanzelf op de goede plek terecht. Daar hoef je niet zo heel veel aan te doen. Maar je ziet ook dat er bedrijven gaan vragen om alle ILS properties om die bij elkaar te zetten. Zodat je één set met parameters krijgt in je export waarin al die ILS parameters genoemd staan. Nou, dat ga ik ook laten zien hoe je dat voor elkaar kan krijgen. En dan ga ik ook weer een Excel sheet waarin al de property sets staan, waar je ze eenvoudig kan aanpassen en daar ook weer een exportbestand van kan gaan. De ILS ontwerp en engineering. Het BIM-loket heeft een hele opfrissing gehad. De interface ziet er totaal anders uit. Ziet er nu weer helder en fris uit. Weer een hele verbetering. Als je naar het BIM-loket gaat, dan zie je tegenwoordig een ander menu en dan ga je hier onder standaard en richtlijnen vind je hier de BIM basis ILS zoals we die al een heleboel gebruiken en in de broedplaats vind je het ILS ontwerp en engineering. De basis ILS die blijft van toepassing ook bij gebruik van de ILS ontwerpen en engineering. Want ILS ontwerp en engineering bevat aanvullende afspraken. Ik heb een aantal weken geleden over de basis ILS, de basisinformatie, ook een webinar gegeven. Die kunt u altijd weer terugvinden op ons Kadix YouTube kanaal. Als u gewoon in een browser in YouTube invult, zoekt op Kadix, dan vindt u vanzelf onze filmpjes en ook ons kanaal. In daarbinnen kunt u vinden een film, een webinar over de basis ILS, die door mijn collega Guido Tits is gegeven. En daarnaast ook een filmpje over de ILS ontwerpen en engineering. Ik vertelde al dat de basis ILS, die blijft van toepassing. En daarnaast zijn de ILS ontwerpen en engineering, dat zijn extra afspraken. Zijn afspraken over wat wordt er gemodelleerd, in welke fase wordt het gemodelleerd. Dat is fase, doe ik dus de ontwerpfases, VO, DO, tot helemaal tot de technische voorbereiding. En door wie wordt het gemodelleerd? Voor per discipline is ook aangegeven wat er gemodelleerd moet worden. En daarnaast welke kenmerken en eigenschappen er ingevuld moeten worden. Daar komen natuurlijk die properties aan de orde. In principe is zo'n document voor één specifiek project. Nou, dat is op dit moment best wel ingewikkeld. Nu dat het nog allemaal wordt uitgerold en bedrijven bezig zijn met implementatie ervan. Gebeurt ook nog wel eens dat je dan meer een algemeen document krijgt. En ook de property sets, die staat hier ook bij genoemd, die worden ook daarin genoemd. En een hele belangrijke, de onderste, de ILS ONE is daarmee ook een onderdeel van je contract. Dus wat je gaat doen, wordt bepaald door je contract, de basis ILS en door de ILS ontwerpen en engineering, als deze van toepassing is verklaard. Bedenk dus ook in je contractvorming. Dus wat je moet gaan doen, dat het in dit document beschreven staat. En dat natuurlijk wel een enorme impact gaat hebben. Tot zover de samenvatting over de ILS. De parameters. Nou, dit is zo'n algemeen document aan één pagina daaruit. Zoals je die op de website kan vinden. Dit gaat over bijvoorbeeld over hoofddraagconstructies. En dan zie je hier, als het ingekleurd is, dat het in die fase dat onderdeel erin moet zijn.
Dus blijkbaar moeten sparingen in DO aanwezig zijn in de technische ontwerp ook. Nou, dat is hier aangegeven. En verder natuurlijk de parameters die erbij horen, de eenheden en opmerkingen. Je ziet hier de onderverdeling, structuur, eigenschappen. Nou, hier zie je de parameternamen genoemd. En, er zitten best wel parameters in die heel bekend zijn. En een low bearing is external, van fire rating. Die kennen we allemaal wel. Maar mass density, material layer, environment clause. Dat zijn ook allemaal parameters die niet bekend zijn. Die vanuit de basis ILS niet worden genoemd. En naast die parameters worden er ook property sets genoemd. Die zie je hier niet, maar ik heb straks een dia waarin je die property sets wel genoemd ziet staan. De shared parameter file die gebruikt worden, want in Revit heb je een shared parameter file waarin die parameters allemaal genoemd zijn. Met ook een bijbehorende GUID. De GUID is een unieke code die iedere parameter meekrijgt. En die is heel belangrijk dat die GUID hetzelfde is, omdat je daarmee voorkomt dat parameters dubbel in je project terechtkomen. Ik heb inderdaad wel bestanden gezien waarin één parameter wel 8 keer in één project stond. Iedere keer dezelfde naam, maar toch een andere parameter, omdat de GUID anders is. Als je bij onze cursus hebt gevolgd, dan kreeg je altijd de IFC Shared Parameter File mee. En die was afkomstig van SourceForge, de website waarin altijd de verbeterde IFC exporter wordt neergezet en waar je die dan kunt ophalen. Tot en met versie 2018 kon je daar terecht. En tegenwoordig kan je de verbeterde exporter gewoon vinden in de Autodesk Store. Als je daar op de IFC gaat zoeken, dan vind je daar gewoon de nieuwe versies van de exporter. Alleen we misten in deze file wel heel veel parameters die in de ILS ontwerp engineering wel voorkomen. Nu is er ook een andere site, dat is github.com Autodesk Revit IFC. En daar is het project verder ook doorgezet. Ook daar kan je meer vinden over de verbeterde IFC exporter. En waar het mij vooral om gaat is om de pagina die ik hieronder heb genoemd. En dan zie je daar een IFC parameter file. Deze die hier staat, die shared parameter Revit IFC build all. Want daar zitten veel meer parameters in. Opmerkelijk is wel dat je zou verwachten dat de GUIDs van allebei hetzelfde zijn. Dat is echter niet het geval. Er zitten best wel verschillen in. Het is wel mogelijk om de GUIDs vanuit het ene bestand over te kopiëren naar het andere bestand. Ik heb zo'n lijst openstaan. Dit is zo'n shared parameter meterbestand. Dan zegt Revit al van edit niet manual, niet handmatig veranderen. Maar het is wel mogelijk om als je dit er uitknipt en je haalt hem van je eigen file, zet je hem hier, plak je hem hier weer in, dan is het wel mogelijk om dat over te halen. Let er heel goed op dat je alle tabs dat die aanwezig blijven, want anders heb je een bestand om zeep geholpen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een paar aandachtspunten erbij. Let op de GUID, die code, want die is niet in beide bestanden gelijk. Gebruik binnen één bedrijf, binnen je eigen bedrijf, altijd één shared parameterbestand. Gebruik één bestand om de parameters mee aan te maken. Of zorg dat in je template die parameters er al in zitten. Zodat in ieder nieuw project de parameters direct beschikbaar zijn. En hiermee door één zo'n bestand te gebruiken met gelijke GUIDs voorkom je dat je dubbele parameters gaat krijgen. In de vorige sessie
die ik gehouden heb, daar kwam er naar voren dat er zeker wel behoefte is aan Excel-bestanden voor het aanmaken van parameters of het maken van die property sets. Ik ben daar wat mee aan het werk gegaan en ik heb daar een Excel-script gemaakt, een Excel-bestand gemaakt waarin de properties staan. En vanuit dit Excel-bestand gaan we met een Dynamo-script deze properties automatisch aanmaken. Ik zal even het Excel-bestand naar voren halen. Zo, die heb ik nu hier. En wat heb ik hier gedaan? Ik heb hier de namen van de parameters ingezet. Je ziet dat ik voor parameters die uniek zijn voor de ILS ontwerp en engineering, dat ik daar zelf namen voor gemaakt heb. En want ook op de website, zijn geen parameterlijsten gemaakt of parameternamen die je moet toepassen. En het BIM loket geeft daar geen handvaten voor. En dat is natuurlijk best jammer, want dat heeft tot gevolg dat iedere partij weer zijn eigen parameters gaat maken en zijn eigen parameternamen gaat gebruiken. Dit bestand gaan we ook delen. Zal ik aan het einde nog wat meer over vertellen, zodat als je wil kan je ook dus dit bestand gaan gebruiken. En ook de parameterdefinities. Hier heb ik verder in het bestand opgenomen in welke groepsnaam moet de parameter terechtkomen. Hier staan ook alle IFC properties in. Bestaat zo'n parameter al in je share parameterbestand, dan wordt die niet aangemaakt. En dan wordt die ook niet overschreven. Deze worden dan wel aangemaakt in een aparte groep, de ILS ONE properties. Daar heb ik alle ILS ONE parameters ingezet. Nou, verder moeten we het weten voor het aanmaken van die parameter. Wat voor type parameter is het? Welke categorieën vallen eronder? In welke groep moet die terechtkomen? En of het een instance of een type parameter is. Nou, hier staat PGIFC. Dat betekent dat het in IFC properties terechtkomen. De interne naam die Revit gebruikt is gewoon anders dan die je in Revit te zien krijgt. De lijst van beschikbare keuzes die je hebt, die heb ik hier in een tabblad gezet. Hier vind je beschikbare types en dan vind je hier de parametergroepen. Nou, dat zijn er best veel en hier vind je ook ergens PG IFC tussen. Dan komt hij dus in IFC properties. Het is niet makkelijk om ze allemaal terug te vinden. Identity data, dat spreekt voor zichzelf. Die is heel goed makkelijk terug te vinden. Maar wil je dimensions hebben, nou, die vind je hier niet in terug. Dan moet je een geometry hebben. De geometry staat voor de groep dimensions. En other, als je other zoekt, die ga je ook niet vinden. Dan moet je deze gebruiken. In field betekent de groep other. Verder heb ik hier ook nog in opgenomen de parametertype die je kan gebruiken. Revit heeft heel veel parametertypes. Meestal gebruiken we gewoon de tekst of een length of een intake, een number, area. Dat zijn de meest voorkomende. Maar alle te gebruiken parameters zie je hier weer ook in terugkomen. En als laatste hebben we hier nog de categorieën die je kan gebruiken. Nu zitten hier ook de annotatiecategorieën tussen. Die kan je vaak niet gebruiken. Nou, deze lijst kan je gewoon zelf bewerken. Je kan regels weghalen voor properties die je niet wilde gebruiken of eventueel properties toevoegen. Dan kan je hier ook verder gaan uitbreiden en hier je eigen onderwerpen invullen. Nou, die categorieën, dat is natuurlijk best even wat lastiger. Heb je één categorie, dan kan je gewoon rooms in tikken. Maar de lijst met beschikbare categorieën, die is nogal lang. Dus dat zijn er best veel. Om dat wat makkelijker te maken, heb ik dat iets veranderd. Heb ik dit tabblad toegevoegd, categoriegroepen. Waarbij ik hier die velden een naam gegeven heb. En die bovenste die heet alles. Dan heb ik
eigenlijk alle categorieën die je zou kunnen toepassen, heb ik daar ingezet. Gewoon als tekst allemaal achter elkaar gescheiden met een komma. Hier heb ik een bouwkundige categorieën van gemaakt. Constructie, bridge, map en bouw met constructie. Ik heb alvast een aantal uservelden gemaakt. Als je hier zelf een wall intikt, komma, ook doors en windows bijvoorbeeld. Dan heb ik hier, dan zit hij nu achter user. Ga ik naar aanmaken en ik ga hier klik op is underscore. Dan zie je gelijk al dat lijstje met keuzes die je hebt. Dubbel klik ik op user, enter en dan wordt dat lijstje overgehaald. En daarmee wordt het invullen van de lijst een stuk makkelijker. Nou, hij wordt hier gewoon rooms. Deze wordt onder rooms. En je kan het dus gewoon verder zelf aanpassen. Goed, Dynamo scripts. Ik heb twee Dynamo scripts gemaakt dat Excel bestand te gebruiken om of je shared parameterlijst mee te maken of om de parameters in Revit te maken voor een project waar ze nog niet in zitten. Nou, hieronder zie je een foto van Dynamo. Straks gaan we daarnaar kijken. Wat je natuurlijk eerst moet doen als je parameters gaat maken, sluit je juiste shared parameterbestand aan. Want dan wordt dat bestand gebruikt om of de parameters erbij te maken die nog niet bestaan met het eerste script. En met het tweede script gebruik je dit shared parameterbestand om je projectparameters in je project te maken. Twee scripts. Eerste voor het maken van de shared parameters en tweede voor je projectparameters. Script 2 controleert ook of de parameter al in je project bestaat. Het kan zijn dat die in je shared projectparameters niet voorkomt, maar dat een shared parameter wel in een familie voorkomt. Nou, ook dan kan je daardoor dus meerdere parameters in één project krijgen, dubbele parameters. Ik heb ervoor gekozen om dat te controleren en als die bestaat, voorkomt in je project, om hem dan niet nog een keer aan te maken. Met name ook als ik dat niet controleer, dan worden alle parameters gewoon dubbel aan. Als je dat script meerdere keren runt, dan wordt die parameter gewoon meerdere keren aangemaakt. Nou, dat willen we zeker niet hebben. En het is dus nodig om Dynamo 2 te installeren en de package Orchid. En let op, controleer wel je parameters. Als je ze gemaakt hebt, probeer eerst in een project apart, geef het resultaat wat ik voor ogen had. Dynamo Player gebruiken, daar ga ik zo meteen mee beginnen. Als je Dynamo Player gebruikt onder Manage, dan kan je een map instellen naar je scripts en dan kan je met je property instellingen kan je bestand kiezen en runnen. Dan heb je niet heel dat crash heet dat, heb je niet heel die crash in beeld staan. Ik zie ook nog een vraag staan over het gebruik van de IFC parameter file. Er zijn ook mensen die al jaren dezelfde gebruiken. Nou, het is ook best dus mogelijk om dus parameter files zelf te gaan combineren. Dat je je eigen parameter file gebruikt en de script die ik laat zien gebruikt om parameters toe te voegen daaraan, die er nog niet in zitten. En dan kan je altijd handmatig de GUIDs overkopiëren uit een ander bestand. Dus dan kan je het bestand wat we meeleveren, kan je daar de GUIDs van kopiëren, zodat je in je eigen parameterbestand toch de parameters hebt staan met de juiste GUIDs. En verder zie ik ook nog een vraag over eigen property sets. Nou, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen.
Dus daar kom ik denk ik straks nog even over op terug. Ik ga nu eerst even naar Revit toe. Zo, ik heb hier een eenvoudig huisje. Niet al te ingewikkeld. Ja. En dan ga ik hier bij project parameters kijken. En dan zie je, er staan er maar twee in. In ieder geval twee die je kan zien. Nou, verder ga ik hier naar de shared parameters. En naar browse. Dan heb ik hier, ga ik eerst met een lege beginnen. En dit is degene die we die ga ik straks gebruiken. Dat is die van GitHub vandaan komt. En die ik heb aangevuld met de parameters voor de ILS ontwerp en engineering. Ik gebruik nu een lege. Die is helemaal leeg. En dan ga ik naar Dynamo Player. Onder het tabblad Manage. Deze sessie wordt trouwens opgenomen en ook deze wordt weer beschikbaar gesteld op ons YouTube kanaal. Dus wat ik doe kan je daar ook weer allemaal in terugvinden. Twee Dynamo scripts. De ene heet Create Project Shared Parameters. En die maakt dus in je project alleen maar je parameters aan. En deze Create Shared Parameter File. Die maakt ook de parameter file aan. Ik klik even op het configuratieknopje. Nou, ondertussen moet hij dan ook de Dynamo script even laden. Dus dan moet ik altijd eventjes wachten. En dan zie je dus dat voor de objecten waar ik heb aangegeven heb, dat het een input onderdeel is. Dan komen die hier in beeld met selecteer Excel bestand. Nou, dat zal ik maar even doen. En waar had ik dat? Dat is niet de property set, moet in deze zijn, create shared parameters. Zo, heb ik het juiste bestand aangesloten. En er is ook ingeregeld welk tabblad die je gebruikt. Dus het is ook die tabbladen die hieronder staan. Die nog even naar voren halen, hier aanmaken. Die mag je niet van naam veranderen, want de Dynamo Player en de Dynamo gebruiken dat tabblad voor het voor het aanmaken van die properties. Ja, klik hier op de knop Run. En dan moeten we eventjes wachten. Deze maakt nog gebruik van standaard Dynamo 2 objecten. Deze werkt ook lekker snel. Nou, die kan ik sluiten. Dan ga ik naar mijn shared parameters. En dan zie je dus dat al die parameters aangemaakt zijn. Ook hieronder vind je ze allemaal terug. Bedenk wel, als ik dit zo doe, en dat er dan allemaal nieuwe GUIs worden aangemaakt. Gebruik je je bestaande shared parameter file, dan worden alleen de nieuwe parameters toegevoegd en de oude blijven gewoon gehandhaafd. Nou, ik ga gelijk weer even ook omschakelen naar mijn voorbereide shared parameter file. Oké, en ik ga hier klikken op undo. En dan heb ik hier onder project parameters, zijn ze weer allemaal weg. En die, want de script wat ik net gebruikte, maakte ook meteen de parameters aan in je project. Als ze nog niet bestaan, in je shared parameter file, worden ze ook meteen gemaakt. Ik zie ook een vraag of de gebruikte bestanden worden gedeeld. Die worden zeker aan het einde gedeeld. Daar ga ik straks nog wel meer over vertellen, maar als je de reactieformulier invult aan het einde met de evaluatie, dan als je e-mailadres erin op het einde invult, je stuurt hem op, dan krijg je meteen via de mail een link naar de bestanden om ze te downloaden. Eens even kijken. Oh ja. Daar moet je dus mee opletten dat die parameters dus ook direct worden aangemaakt met de GUID uit dat bestand. Nou, nu heb ik dus die nieuwe shared parameter file heb ik hier geladen. Dus deze. Waarin alle parameters staan. Ook zo'n mesh density. Die staat hier gewoon in. En het is ook heel belangrijk dat
eigenlijk iedereen diezelfde namen gebruikt en dat niet iedereen zelf dit allemaal gaat aanmaken. Dus, ja, zou ik zeker wel adviseren, gebruik zo'n standaard shared parameterfile. En als je er eentje van jezelf al hebt die al jaren gebruikt, voeg ze toe, maar haal wel de GUIs over. Nou, nu ga ik naar de Dynamo Player. Nee, en dat bedoelde ik niet. Ik wou naar Dynamo zelf toe gaan, in dit geval. Die tweede script kan ook gewoon met de Dynamo Player worden gebruikt. Dat is geen enkel probleem. Ik wil het alleen even hierin en laten zien. De Project Shared Parameters. Omdat ik hier ook een aantal controle objecten in heb gezet. Waardoor je kan controleren of alles klopt zoals je zelf bedacht had. Nou, hier vooraan moet ik weer mijn document gaan laden. Nou, dat is die shared parameter file. Ga ik openen. Hier wordt het tabblad verwezen, welke die moet gaan gebruiken in de Excel sheet. Daar wordt alles verder ingelezen. En hier aan het einde heb ik een node nodig, het shared parameter van de packet ORGID. De standaard project parameter die er wel hier in Revit gewoon in zit. Dan kan je gewoon naar elements parameters. Kijk of ik het snel kan vinden. Parameters. Je hebt hier een create project parameter. Die werkt fantastisch. Maar hij heeft één hele belangrijk nadeel. En dat is dat de GUID helemaal nieuw wordt aangemaakt. Hij maakt gewoon op de achtergrond een nieuwe shared parameter file aan. Met allemaal nieuwe GUIDs. Ja, en dat wil je nou juist niet. Dus vandaar dat ik hier gebruik heb gemaakt van de packet ORGID. Die zie je bij mij ook hier onderaan geïnstalleerd. En die heeft een node waarin dat niet gebeurt. Waarin keurig de GUID uit je huidige shared parameter file wordt gebruikt. Hier bovenaan heb ik de controle in zitten. Want hier heb ik een filter gemaakt. Die gaat kijken van welke shared parameters zitten er al in. En hier kan ik dan de GUIDs laten zien met hier de naam erbij. Zodat je kan controleren, klopt mijn GUID en naam, kloppen die wel met elkaar. Hier laat ik nog even zien welke parameters er zijn aangemaakt. Je ziet hier alleen welke parameters er al bestaan. Nou, ik heb hem aangesloten. Ik ga hem ook runnen. Dat kan ik hier gewoon onderaan doen. Deze duurt wat langer. Die ORGID node werkt even op een iets andere manier. Waardoor die ook eigenlijk iedere parameter die wordt aangemaakt krijgt een eigen undo. Waardoor de uitvoer van dit script ietsje langer duurt. Maar niettemin ben je nog echt vele malen sneller dan dat je al die parameters handmatig zou moeten gaan aanmaken. Nou, moeten we even wachten. Het is even een goed moment om weer even in de chat te kijken. Nou, hij is nu klaar. Is nog even hier terug, want hier kan je dan zien. Je ziet dat, dat er hier dus al blijkbaar dus wel al parameters waren en die dus ook in families zitten. En die dus niet zo direct in je project kan zien. Nou, dan kan ik hier onderaan. Je ziet dus ook al dat er al een IFC Export S bestaat. Nou, die zal vast in een family voorkomen. Met nummer 44. En dan zie je hier de GUID die daarbij hoort. Nou, hier zie ik de lijst van parameters die aangemaakt moeten worden. En hier kan ik ook zien of het gelukt is. Dan zie je ook dat er 57 parameters gemaakt zijn. En nu is het zo dat ik dit script alleen goed werkt als er al een shared parameter aanwezig is. Is er in je project nog helemaal geen shared parameter aanwezig, dan ontstaat er een fout. Die heb ik er niet uitgehaald. Die kan ik er wel uithalen, heb ik op dit moment nog niet gedaan.
Ik denk ook niet dat het veel zal voorkomen dat er projecten zijn waar echt nog helemaal geen shared parameter in voorkomt. Mocht dat wel zo zijn, dan wordt er eentje gemaakt. En als je het script nog een keer runt, dan wordt de rest allemaal gemaakt. En dan kan hem gewoon hier nog een keer runnen. En dan wat je dan ziet gebeuren is dat deze lijst in een keer veel langer is geworden. En dat hier deze nu empty is. Nou, dan gaan we eens even kijken naar hier zo'n fire exit. Dat vind ik al een mooie. Nummertje 74. En dan zie ik hier de Hewitt die daarbij hoort. Dan ga ik naar de shared parameter file. En dan ga ik hier zoeken op fire exit, had ik gezegd. Hè. Zo, fire exit. Nou, vind ik hier die fire exit parameter. Met hier de Hewitt die daarbij hoort. Die 005DFB00. Ga ik weer naar hier, 74. En dan zie je dus dat het gewoon klopt. Dus hij haalt keurig de Hewitt over uit. Uit je shared parameter file. Nou, ik hoef hem niet op te slaan in dit geval. Deze kan ook weg. Ik ga weer naar Revit. En dan ga ik hier naar mijn project parameters. En dan zie je dat al die parameters allemaal aangemaakt zijn. Nou, ik ben bang. Ik weet wel zeker dat je dit handmatig niet zo snel voor elkaar kan krijgen. En ook hier zitten ook alle. Oh, ik kom net op een andere monitor. Ook de groepen of de instance of type zit. De type parameter is allemaal opgenomen met ook allemaal je groepen in indeling. Dus dat scheelt ook behoorlijk wat al die vinkjes gaan zetten. Je kan het natuurlijk ook in je template zetten, maar zeker er zullen al heel veel bestaande projecten zijn waar al die parameters nog niet in zitten. Is dit denk ik toch een hele goede manier om al je parameters toe te gaan voeren. Nou, pak ik hier nu zo'n stuk muur. Dan zie je dat ik hier onder IFC parameters, dat ik hier nu een heel lijstje met parameters erbij gekregen heb. De fire rating, de acoustic rating, al die parameters zoals ze worden genoemd in ILS ontwerpen en engineering. En onder type, daar zijn dan ook de type parameters beschikbaar. Nou, daar kunnen we natuurlijk van alles in zetten. Dit is verband alle steens, voegtieve plat vol. Nou, dan heb je ook allerlei klasses. Ik voel daar nu maar even iets in en dat doe ik om model label. En een glasspecificatie. Nou, dan weet ik niet of de glasspecificatie nou bij een wol hoort. Dus dan moeten we eens even bekijken of dat klopt in de lijst. En deze hier natuurlijk op iedere plaatsing is external. Ja, is je loopbering? Nee, is die niet. Nou ja, kan ook van alles daar verder gaan invullen. Dat doe ik voor het volgende onderwerp. Waar ik natuurlijk over wil gaan hebben. Nou, eerst nog het installeren van de Dynamo 2. Hoe moet je dat nou doen? Want de Revit 2019 heeft standaard 1.3. Kan je zelf installeren op je computer, dan kan je deze procedure zelf doen. En anders moet je systeembeheerder vragen om dit voor jou te doen als je nog geen Dynamo 2 hebt op Revit 2017, 18 en 19. Dan ga je naar dynamobim.org. Dan kom je op deze website en dan klik je op Get Dynamo. Dan kom je op deze pagina, dan kan je hier in Revit en dan kan je hier, dat zie je voor 2017-18, maar het geldt ook voor 19, kan je hier op Dynamo Builds klikken. Dan kom je op deze pagina terecht en dan kan je hier de Dynamo Installer 2.0.3 kan je downloaden en dan is het een kwestie van executable runnen. Dan gaat er een installatiescript lopen en dan wordt de Dynamo 2
op je computer geïnstalleerd. Als je dan Dynamo start vanuit Revit, dan krijg je de keuze, wil je versie 1.3 gebruiken of wil je versie 2 gebruiken. Dus de meest makkelijke manier om Dynamo 2 te installeren. En daarna ook het package Orchid. Meestal kan je in Dynamo naar het installeren van een package. En dan kan je hem gewoon zoeken. En dan even terug hier naar Dynamo. En bij Orchid ligt dat even iets anders. Je ziet ook al bij andere packages dat het ook gaat gebeuren als een eigen installatiescript gaan maken. Normaal is het zo, als je gaat naar packages, zeg je search packages. En dan moet je even contact maken met de server. En dan kan ik hier Orchid intikken. Dan vind je hem ook. Ik kan hem hier ook downloaden, dat werkt ook prima. Maar dan krijg je wel Orchid erbij, maar met maar één dingetje. Eén zo'n node, die kan je op je, en als je die op je vel zet, dan word je meteen doorgesluist naar een webpagina. Dan kom je namelijk op deze webpagina terecht. Op github.com ervaar je Orchid voor Dynamo. En als je daar op deze pagina naar builds gaat, dan vind je hier Dynamo 200 voor Revit 2017 tot 2019. Dat is namelijk versie 2.03. Dan moet je deze gebruiken. En voor Revit 2020. Revit installeert tegenwoordig de updates van Dynamo standaard mee. Die worden gewoon via de desktop app beschikbaar gesteld. Dus dan heb je altijd de meest recente Dynamo versie. En daar moet je dus de 230 versie voor gebruiken. Dus deze voor 2019 en ouder. En Revit 2020 met deze versie. Als je die downloadt en installeert, dan is Orchid beschikbaar hier aan de linkerkant. En dan is deze node het enige waarvoor de script hem gebruikt. Dus deze is dan beschikbaar. En dan werkt het script. En nogmaals, de bestanden krijg je aan het einde van deze sessie. Als je de evaluatie invult en je e-mailadres daarin vermeldt. Nou, heb ik daar nu al eens over verteld? Ja, volgens mij wel. Property sets. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Je ziet in de ILS ontwerpen en engineering. Nou, we zien dan bijstaan dat hier de parameter element wide gebruikt moet worden. Of hier de structural class. Maar ook dat die in de PSET precast concrete element general moet komen. Of in de PSET concrete element general. Nou, in het meeste geval is het zo, als je maar die parameternamen gebruikt, dat dit automatisch goed gaat. En dat je daar verder niks voor hoeft te regelen. Er zijn een paar uitzonderingen voor waarin je dat wel zelf moet regelen. Met name voor parameters die niet standaard voorkomen, die we zelf maken. Want dan is het in de exporter niet geregeld. Wat er ook gebeurt is dat gebruikers van de ILS ontwerpen en engineering, dat zijn meestal de aannemers, omdat die dat zo'n proces toch aansturen, zoiets hebben van we willen graag al die parameters in één property set allemaal bij elkaar hebben en niet dat die verspreid is over allemaal verschillende groepen. Is het misschien ook nou even uitleggen wat is nou eigenlijk een property set? Een property set is niks anders dan een tabblad met parameters bij elkaar. Dus een setje van parameters. Nou, we zien dat daar best wel ook vragen is. Vorige week kreeg ik daar ook vragen over van. En kan je dat bestand wat je daarvoor gebruikt, kan je die ook delen? Nou, ik heb daarvoor dus ook een heel nieuw bestand gemaakt. En die dus het ziet er zo uit. Die ga ik zo meteen ook even laten zien. En die gaan we opslaan als een tekstbestand. En je kan niet meteen het Excel-bestand gebruiken. En dan als er al een tekstbestand is gemaakt,
Dan kunnen we hem hier in de exporter kunnen we hem gaan koppelen. En dan wordt keurig het bestand met de property sets aangemaakt. Ik ga maar eerst naar die Excel sheet. Deze Excel sheet heb ik gemaakt, waarin de aantal property sets voor gedefinieerd heb. In de bovenkant staat ook nog even een handleiding. En hier begint dan de echte indeling. Alle vakjes waar een hekje in staat, wordt automatisch commentaar in het tekstbestand. Hier zie je de definitie van de property set. En dan ga ik hier een property set definiëren. En die gaat dan heten ILS ontwerpen en engineering. In mijn control software, Navisworks Manage is dat bijvoorbeeld, of Solibri Anywhere. Dat zijn programma's waarmee je modellen kan bekijken. Dan ga je dus ook een tabblad vinden, ILS ontwerp en engineering. Die is op dit geval van toepassing op spaces. Dat kunnen dus de rooms zijn, of spaces in Revit. En dan worden dus deze properties. Zo vind ik hem in Revit. En gebruik je de shared parameter file die we gaan aanleveren, dan kloppen deze namen allemaal exact. Ga je je eigen parameters maken met eigen namen. En dan zal je dus deze kant, deze lijst, met parameters zelf moeten gaan aanpassen. Hier vinden we de type parameter in kolom C. En in kolom B vinden we de naam van de parameter zoals die in de property set wordt. Dus kolom D, hoe die in Revit is. En in kolom B, hoe die gaat worden in je IFC-bestand. Nou, dan heb ik hier onderaan heb ik weer dezelfde property set, heet hetzelfde. Maar hier staat nu IFC element achter. Element is een bijzondere. Element staat namelijk voor iedere categorie. Dus iedere categorie behoort tot IFC element. Nou, en dat is mooi, want dan kunnen we in één lijst gewoon alle parameters zetten. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Je ziet hier wel dat hier bijvoorbeeld vier keer bouwlaag staat. En dat heeft ermee te maken dat in Revit die bouwlaag niet op één eenduidige manier wordt weergegeven. Dus soms heet dat in een family, bij in plaats van een family een reference level. Andere keer heet het weer een level. Of het heet een base constraint. Of het heet een base level. Het zit gewoon op verschillende manieren in. En op deze manier kunnen we er toch van zorgen dat al die verschillende aanduidingen toch in één parameter bouwlaag terechtkomen. Dit is de bouwlaag waarin zo'n object gekoppeld is. Nou, zo vinden kunnen we heel die lijst langs gaan en zien we dat, nou, dat ILS ONE kleur, dat het kleur wordt in de property set. Nou, hier onderaan hebben we nog een aantal bijzondere. Heb ik een ILS overig en die op de wol van toepassing is, nou, dan komt daar de dikte van je wol in. IFC curtain panels, dat wordt dan de breedte komt erin. Die noemen wat voor spaces, dat die ook in de PSET space occupancy requirements terechtkomt. Want dat komt ook uit de ILS ontwerpen en engineering. Nou, het wordt dus hier mooi geregeld dat deze parameters in deze property set terechtkomt. Nou, dat geldt ook wat voor wat je versterkt klasse en milieuklasse, dat die in deze set terechtkomt. En die hebben nog een paar van die, die bijzondere property sets. Deze set is in het Nederlands. Ik heb hier ook een tabblad Engels. Ik heb ook een Engelse variant gemaakt. Ja, waarin natuurlijk gewoon de Engelse benamingen blijven zoals ze in de shared parameterlijst voorkomen. Hier zijn ze naar level genoemd. Maar verder zijn natuurlijk de ILS parameters wel naar Engelse namen vertaald. Dat is geen standaard, dat is gewoon wat ik zelf heb bedacht. Nou, deze lijst kunnen we niet rechtstreeks aansluiten in Revit. Daar moeten we eerst iets voor doen. Die moeten we exporteren.
Dan kan hieronder bestand, exporteren, bestandstype wijzigen. En dan kan ik hem hier naar een tekstbestand wegschrijven. Selecteer ik, opslaan als, ja, waar is mijn dialoog. Nou, die kan ik hier wel opslaan. Nou, dit gaat dus de property set worden. Ik zet er ook even de datum achter, dat we goed kunnen terugvinden dat het de property set is die ik net heb aangemaakt. Opslaan. Nou, er komt één belangrijk punt nu, wat je zeker moet onthouden. Want op dit moment heeft mijn Excel bestand dit bestand openstaan. En zolang die open staat, kan de exporter hem niet gebruiken. En dus je kan hier heel mee zitten experimenteren en dan denk je, waarom werkt het nou niet? Nou, omdat die bestand open staat. Dus je moet dus Excel sluiten. Nou, dan ga ik terug hier naar mijn model. Dan ga ik naar de exporter. Exporter IFC. En dan ga ik even een nieuwe setup gaan maken. Nieuw bestand. De webinar. De weerzien. Ik ga ze verder niet allemaal langs. Dat is over het algemeen wel bekend. Wat je moet instellen. En mocht je meer weten over BIM, dan hebben we ook een BIM-cursus waarin we alles vertellen binnen Revit. Wat je moet instellen en hoe je moet instellen om tot goede resultaten te komen. Hier hoef ik op dit moment niks aan te passen. Het gaat hier vooral om de property sets. Nou, dan kan ik ook nog meegeven dat hij de base quantities meeneemt en Revit property sets. Maar mij gaat het nu om deze. Export user defined property sets. Dan moet ik dat bestand gaan halen, wat ik net gemaakt heb. En dat was dus deze. Die heeft de juiste datum. Nu heeft hij dat bestand aangesloten. En dan klik ik op oké. En dan moet ik hier nog even zeggen van waar ga je hem opslaan. Ik had al een proefversie staan. Die had ik al even een andere naam gegeven. En dan ga ik hem hier nu opnieuw maken. Nou, dat duurt even. Links onderaan op het scherm. Moet je dan gaan zien wat hij gaat maken. Nou, we zien dat hij al druk bezig is. Ik heb ook expres natuurlijk niet een al te groot project genomen. Want anders duurt het natuurlijk even iets langer voordat je IFC-export gemaakt is. Nou, voor mij is hij bijna klaar. Ja, en hij is klaar. Nou, dan ga ik nu naar wat had ik klaarstaan. De Solibri in Anywhere. Kan natuurlijk ook in ieder ander programma wat IFC-bestanden kan inlezen. Dat maakt allemaal natuurlijk helemaal niks uit. Openen model. Deze, die heb ik net gemaakt. Nou, wordt ingelezen. Ja, architect wel vindt prima. Oké. Zo. En dan ga ik hier die wand. En daar had ik wat dingen aan veranderd. En dan zie je nu dat er een tabblad is gemaakt. ILS, ontwerpen en engineering. En daar staan alle parameters waar iets in staat. Lege parameters die worden niet geëxporteerd. Alleen de parameters waar iets in staat. En dan zie je dus dat die velden nu ingevuld zijn. Ook nog een ILS overig. Nou, dan zie je dat de dikte van de wand overgenomen is. Die zet we op common. Nou, hier zitten ook nog wat onderdelen in. En dus ook die andere die zijn vertaald naar de juiste property sets. Nou, dus dat is een hele makkelijke manier om met zo'n bestand de property sets te maken. Er zijn wel meerdere van dit soort bestanden te vinden op internet. Maar vaak ontbreken daar natuurlijk alle parameters die je voor de ILS ontwerp en engineering nodig hebt. Die kan je ook zelf vaak wel weer gaan toevoegen. Maar je kan ook het bestand gebruiken wat we aan het einde beschikbaar gaan stellen. Samenvatting.
Nieuwe parameters en property sets heb ik laten zien. Gebruiken de nieuwe shared parameterbestand. Of gebruik je eigen en vul die al aan. Automatisch nieuwe parameters aanmaken kan dus met het Dynamo script. En je kan dus de Excel lijst voor het definiëren van property sets gebruiken. En de bestanden worden beschikbaar gesteld. Ik zie ook nog even een vraag in de chat langskomen. Zijn er al afspraken over de naam van de property sets? Nee, die zijn er niet. Je ziet gewoon wel dat er een wildgroei in ontstaat. Dat ja, vaak aannemers hun eigen standaard ontwikkelen. En daar ook eigen benamingen voor maken. Nou, het zou erg mooi zijn als er in het BIM-loket, in het project van de ILS Ontwerp en Engineering, dat soort standaarden ook gedefinieerd zouden worden. En zodat we... Dus dat daar ook een eenheid in ontstaat. Op dit moment is het nog even een wild west. En je hoopt het ook wel met dit initiatief en ook door de bestanden te delen. Daar een aanzet voor te geven dat er ook daar wat meer standaardisatie voor komt. Vaak gaan we ook wel een cursus hieraan koppelen. Dat kan in dit geval niet. Maar we kunnen mensen wel helpen met hun vragen over het implementeren van de ILS ontwerp en engineering. Of als je Dynamo scripts wil gaan gebruiken, je wil daarmee leren werken, hebben we ook cursussen Dynamo. Of we maken ook specifieke scripts voor klanten. Dus dat is zeker mogelijk. Nou, verder hebben we ook nog vragen en antwoorden. Mocht je nog vragen hebben, kan dat via de chat. En dan probeer ik die ook nog te beantwoorden. En je kan natuurlijk ook altijd via de mail reageren. Laat dan ook even je mailadres achter. Of bellen naar ons algemeen nummer. Of mailen naar info@kadix.nl. Dan hoop ik dat het deze sessie aan uw verwachting heeft voldaan. En dat er weer wat meer praktische handvaten zijn gegeven voor het gebruik van al die parameters binnen Revit en het mag maken van die user-defined property sets. Tot zover deze webinar. Bedankt voor de belangstelling en graag tot de volgende keer. Nog even ter aanvulling. Mijn collega Guido Tits gaat binnenkort ook een webinar geven over een nieuw programma waarmee je heel snel 3D beelden kan maken en ook door een model kan heen lopen. Autodesk is gestopt met Autodesk Live. Dat is niet meer beschikbaar. Maar we gaan dus binnenkort en daar is er ook weer een webinar. Heeft ook al in de nieuwsbrief gestaan. Waarmee je dus heel snel met een soort spelletjes interface worden gebruikt. De 3D kaarten. Waardoor je heel goed door modellen kan heen lopen, kan laten zien, toevoegen met bomen en banken en van alles. Het belooft een hele mooie webinar te worden. Dus nog bij deze ook nog van harte aanbevolen. Nou, nogmaals bedankt voor de belangstelling en graag tot de volgende keer.